Hallo allemaal, hij is er weer, mijn favoriete beautybox, de Truly Yours. En deze maand in samenwerking met Marie Claire, kreeg er een leuk blad bij. Ik hou ervan, lekker met een kopje thee op de bank en modebladen. Ik ben gek op de Linda, al dat soort bladen en zo. Dus hartstikke leuk, die is al in de pocket. Er staat doorzomeren in Madrid voor €199, dat willen we allemaal. Dus dat vind ik leuk, dat zit erbij. Truly Yours, dit is mijn favoriete beautybox, maar er zijn er meerdere en die hebben allemaal dezelfde prijs. Voor €14,95 per maand kan je een abonnement nemen, dat kan je maandelijks kan je dat opzeggen. En dan krijg je een box vol met make-up, lifestyle goodies. Dus ik ben benieuwd. Er zit een dinges. Altijd leuk, een dinges. Even kijken. September 2013. Nou, hier staat op. Aan deze kant staat. Aan deze kant staat wat erin zit. Daar kijk ik nooit naar. Maar ik lees eventjes wat het is. En het is een schitterende box. Met indrukwekkende skincare producten. Als ze niet indrukwekkend zijn, dan ben ik er klaar mee. Moet wel heel indrukwekkend zijn. Soms vind ik echt dat ze hele leuke woorden gebruiken. Maar goed, we gaan. Het ziet er zo uit. Zwarte verpakkingachtig iets. Nou, allereerst wat ik zie is een kaart met 15% korting op cosmania.nl. Ik ken het niet. Het zal een site zijn waar je cosmetica kan bestellen. En nou zie ik een hele lijst met cosmetica die zij verkopen. En daar ken ik er maar twee van. Zegt dat iets over mij of zegt dat iets over Cosmania is het trouwens. Het is niet Cosmania. Even kijken. Nou, allereerst wat ik zie. Ik word er een beetje chagrijnig van de Tony en Guy. Want echt bijna elke maand zit er iets van Tony en Guy in. En op een gegeven moment, weet je, luister jongens. Weet je hier, Tony en Guy. En deze heb ik dus al. Dus dat betekent dus dat ze het er al een keer in hebben gehad. Want ik koop dit zelf niet. En dat vind ik gewoon niet zo grappig. Nee, ik vind het echt niet grappig. Ik vind die dry shampoo sowieso niet prettig. Deze is de nieuwe. Dus die kan ik dan zeg maar voor een giveaway. Die zet ik gewoon gelijk hier. Dan hou ik hem even vast. Hou ik de oude even vast. Ik vind die dry shampoo van Tony en Guy echt drie keer niks. Zelf persoonlijk. Maar nee, weet je, Tony en Guy zit er gewoon echt elke keer in. En op een gegeven moment is het gewoon niet meer grappig. Dan denk ik van, doe eens iets anders. Ik vind het echt geen leuke box. Zie ik nu al. Jongens, weet je, normaal ben ik heel enthousiast. Maar dan krijg ik twee van deze erbij. Dit ken ik ook al. En dit zijn, dit is een shower douche nog wat. Dus kijk dan. Ik weet niet of jullie dit kunnen. Oh, wat zoomt mijn nieuwe camera trouwens mooi in, hè? Serieus. Ik heb dus twee van deze. En afgelopen zomer, dus dit heeft al een keer in de box gezeten, heb ik dit ook heb ik dat meegenomen op vakantie. En het ruikt nergens naar. Het is gewoon een niet fijn product. Ik vind met shower gel, ik vind het prima als het allemaal goed voor je is en zo. Maar bij mij moet het voornamelijk lekker ruiken. En dit ruikt gewoon nergens naar. Dus dit is ook, jongens, ik word hier gewoon echt niet gelukkig van. En dan krijg je er twee. Leuk. Dus dit gaat ook kan ik dit wel. Komt dat van dit, denk je? Dat zwarte spul, komt dat hier vandaan? Even kijken of het hier ook op zit. Oh, het zit hier ook op. Nou, dat komt door die rotzooi, zeg maar. Dat komt ook van de giveaway. Dan zie ik een product die ik wel leuk vind. En die heeft ook al een keer in de box gezeten. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik meerdere boxen heb gehad. Dus ik weet niet of deze dan ook in deze box heeft gezeten. Dat hoeft niet. Maar dit is de Mario Badescu Seaweed Night Cream. En die is groen. Ik zal jullie even laten zien hoe groen die is. Groen. En toen ik dit voor het eerst op mijn gezicht smeerde. En ik heb hier al een keertje een volgens mij zat die in mijn favorites. Of mijn opgemaakt of zo, iets dergelijks. En daar heb ik dus al iets over verteld. Als je het opsmeert, dan is het net alsof je er een laagje op smeert. En dat voelde heel onprettig. En ik had zoiets van, moet ik hier nou mee? Maar uiteindelijk trekt het helemaal in. En je huid is dan daarna gewoon net zo zacht als, ja, het laagje silk eigenlijk, wat je er overheen smeert. Dus hier ben ik wel heel erg blij mee, want mijn potje was op.
Dus ik kan weer aan de nachtcreme. Dan zit er een geurtje. Downtown van Calvin Klein. Ik zal het gelijk even ruiken. Ik kan niet met deze dingen omgaan. Hè. Dan doe ik het in mijn tas. En dan, als ik het dan een keertje wil opdoen. Omdat ik ben vergeten iets op te sprayen of zo. Dan is hij leeg. Dus ik weet niet wat mijn tas, zeg maar. Tijdens het lopen sprayt hij hem helemaal leeg. Ik zal hem even. Ik weet niet. Ik heb iets anders op. En nu ga ik door elkaar. Maar goed. Nou. Het is best lekker. Het is een beetje zoetig. Ik ruik er een heel klein beetje soort. Nou. Beetje komkommerachtige geur. Dat klinkt heel erg niet prettig, hè, voor een parfum. Maar er zit een soort komkommerzweempje zit er. Maar hij ruikt ook een beetje zoet. Maar hij is niet te zoet. Hij is best fris. Staat er nog iets interessants bij? Nee. Nou, en als laatste een Lancaster Cellular Elixir. 365 Intense DNA Action Complex. Waarom moet het zo'n enorme naam hebben? Zo. Nou, het flesje is wel mooi. Daar kan ik dan weer niks van zeggen. Oh, en het heeft een pompje. Daar ben ik ook altijd wel heel erg blij mee. Nou, dit soort dingetjes die gaan bij mij gewoon in mijn reisetuietje. En dan, dan voel ik me weer jeugdig. Want dat is wat het... Had behoort te geven. Nou jongens, weet je, ik ga even kijken hoe en wat. Nou, dit is een full size is 29 milliliter en dit is 14 milliliter. Dus het is ongeveer de helft, dus dit zal 12,50 zijn of zo. Dat is niet de helft, hè? Weet je. Vrij school, weten jullie nog? Jongens, oh wat erg. Nou, hè, ik kan eventjes niet heel snel rekenen. Nou, dan heb ik weer een dry shampoo. Nou, weet je, ik moet het gewoon niet. Ik weet niet eens waar hij is. Oh, hij was gevallen. Ik wil niet elke keer van alles van Tony en Guy. Ik weet het nu wel. Ik weet dat Tony en Guy, weet je, de verpakking is altijd wel sleek, wel cool en zo, maar... de Rock Shower Cream. 60 milliliter. Nou, dat, een full size kost €17,23. Nou, ik zou het echt nog, al krijg ik het ertoe... En hier, deze kost, serieus, het is 5 milliliter en een full size is 30 milliliter. Dus dat is 6 keer zoveel. Ik kan wel rekenen. 6 keer zoveel. En dat is €71. Dus dit kleine dingetje is ongeveer 12, 13 euro. Nou, serieus. Moet wel heel, ik ga dit proberen en als ik er opeens heel jeugdig uitzie, dan werkt het. En dan ga ik het nog niet kopen. Nou goed, ik vind het niet zo. Ik vind dit leuk. Mario Badescu, want dat heb ik al een keer gehad. Ik vind dit wel geinig. Maar ja, weet je, het is een klein dingetje. Dus dit is ook altijd wel handig. Maar verder vind ik het... En de Marie Claire vind ik ook leuk. Ik ben zo aan het gooien vandaag, jongens. Ik weet niet wat ik heb. Dit... Nee, weet je, gewoon echt niet. En ik ga het dan in een giveaway doen. Maar eigenlijk vind ik dat dan vervelend. Dat ik dit in een giveaway doe. Terwijl ik het vreselijk vind. Maar ja, goed, weet je, ieder zijn eigen smaak en zijn mening. Het kan net zo goed zijn dat een van jullie of meerdere of weet ik veel wat hier helemaal kapot van zijn. Dus, hè? En dan, nou goed, ik vind het niks. Tot nu toe vind ik de Truly Yours box wel nog steeds het leukst. Ik heb toevallig net een filmpje gekeken van de Glossy Box inhoud. Die was deze maand ook wel aardig. Dat ik dacht van, nou, dat had ik ook wel willen hebben. Ik blijf nog even plakken bij mijn Truly Yours. Zit er nou volgende keer weer iets van Tony en Guy bij? Bye, Kai, bye, fly. Dan flyt hij zo de prullenbak in, hoor. Want daar ben ik echt gewoon klaar mee. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Smile and feel pretty. Niet vergeten.